Ja, goedenavond. Zo, eerst maar weer eens even mezelf opzoeken. Even kijken of ik te vinden ben. Dat is elke week een issue, geloof ik. Dan even kijken of ik mezelf kan vinden. Ik denk het haast van wel, want ik zag dat Facebook weer een wijziging had doorgevoerd. Want ik kon mijn live nu net niet koppelen aan het evenement wat ik had gemaakt. Dus ergens is het weer... Weer een beetje anders dan anders. Goedenavond. Maar ik hoop dat jullie me weten te vinden. En zo te zien gaat dat best wel goed. Hallo, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga meerdere dingen doen vandaag. En ik zal jullie vertellen, ik heb een hele chaotische dag gehad. Ik heb niks kunnen voorbereiden. Dus letterlijk alles moet ik nog doen. Maar misschien is dat ook wel weer eens leuk. En ik ga jullie een nieuwtje vertellen. En dan wacht ik heel even tot mensen me een beetje weten te vinden. Hallo! Want we gaan wat leuks doen. Bij Hobby Vision. En met het oog op de persconferentie die ik net ook heb geluisterd. Waarschijnlijk net als jullie. Zullen weer meer mensen thuis komen te zitten. En proberen we toch een beetje afleiding te zoeken. En ja, ik denk dat de actie die eraan komt daar goed aan mee gaat helpen. Goedenavond. Hallo. Hey Anne, gezellig. Erna weer vanuit België, hartstikke leuk. Jullie hebben nog niet echt een hele zware lockdown, geloof ik. Hè? Dat zal er ongetwijfeld wel weer aankomen. Mij wel, vanaf morgen. Hè? Dat, tenminste wat ik net allemaal hoorde. Straks allemaal eens even nakijken. Alles op een rijtje zetten. Hallo. Nou, ik ga gewoon beginnen. En dan, ik zet toch alles nog later in de groep, dus dat komt goed. Waar ik mee ga beginnen, is met deze. Waarom denken jullie, ze gaat iets in de Travelers Notebook doen. En dan ligt daar een tag. Ja, er ligt een tag of een label, net hoe je het noemen wilt. Wat gaan we doen? En ik zie wat binnenkomen en dan moet ik heel even wegklikken, anders kan ik niet meer meelezen met jullie. Vanaf komende, moet ik het goed zeggen, donderdag, vandaag de 14e, 15e, 16e, deze vrijdag, de 18e, vanaf 18 december, volgens mij dan vrijdag, ja, vanaf komende vrijdag 18 december gaan we elke dag een label maken. Seven Tags of Christmas. Dit is een van de labels. Wat de bedoeling is dat als jullie mee willen doen en als jullie het leuk vinden om mee te doen, om 7 dagen achter elkaar een label te maken. Elke dag een ander thema. En elke dag om 11 uur geef ik door welk thema die dag is. Aan het einde van de 7 dagen, dat is dan de 24ste, de laatste dag, wordt er gevraagd van, nou, als je het leuk vindt, je hebt ze alle 7 mee kunnen doen. Maak er een collage van. Ik zal daar een voorbeeld te zijner tijd van zetten in de groep. Kan met piccollage bijvoorbeeld. En die zet je in een album. En dat album zal ik aanmaken. En op eerste kerstdag mag ik een winnares of een winnaar bekendmaken van de 7 Tags of Christmas Challenge. Mogen eenvoudige tags zijn. Nou, ik ga nog niet vertellen welk onderwerp dit heeft. Het kan zomaar kerstliedje zijn of iets. Maar dat, wat ik doe, en dan pak ik heel even mijn boek erbij in het kader van ik heb niks voor kunnen bereiden. Mogen jullie gezellig even meekijken in mijn boek. Ik heb deze. Je mag meedoen met wat jij wil. Gewoon een eigen label maken of wat dan ook. Ik gebruik deze. Is dat een beetje te zien? Ik heb natuurlijk niet echt iets wat tegen achtergrond donker is. Dit zijn de nieuwe tags van Crealis. En die zijn er dus in 3 maten. En ik gebruik deze. Ik heb voor dit label de kleinste gebruikt. Dat ik denk, zal jullie eens even laten zien waar ik mee werk. Maar je kunt meedoen met wat je wil. En ik krijg al mijn mailtjes binnen. En dan kan ik niet meer meelezen met jullie. Dus moet ik heel even alles wegklikken. Want anders dan kan ik niet met jullie meelezen. Ja. Iemand zit van alles te mailen. En dan komen er allemaal mailtjes. En dan gaat het precies over jullie teksten heen. Dat is niet zo leuk. De labeltjes. Die, elke dag komt er dan een onderwerp. En elke dag zal ik een voorbeeld in de groep plaatsen. En niet alleen ik, ook de dames van het design team van Hobby Vision zullen daar meedoen. Elke dag is er ook een blog. Elke dag.
En in dat blog wordt dan uitleg gegeven van de tag. En ik zelf ga ik 2 keer live om er eentje live te maken, al is het maar kort. En Jeanette gaat ook nog live. En misschien dat we tussendoor overdag, als het een beetje lukt, dat we dat dan nog een keertje doen in de ochtend of zo. Meestal om 11:00. Dat we dat dan ook nog een keer extra doen. Dus we geven jullie heel veel input. Heel veel info. In lives, in blogs, in posten in de groep. We geven jullie veel inspiratie. Dus deze die is een voorbeeld. Ik denk, ik zal hem vast laten zien. Ik zeg nog niet welk thema het is, want het kan van alles zijn. En die thema's krijgen jullie dus per dag van mij. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat wel. En dan probeer ik die te beantwoorden. Dan, vervolgens. Dit is mijn Travelers Notebook. Mijn grijze, een van de nieuwe. Dat is echt superleuk. En ik gebruik deze voor Journal Your December 2020. Dit is het lijstje met onderwerpen. Die heb ik heel handig, want het is gewoon zo'n flapje. Hè? Dus dat is handig om dat erin te doen. En ik dacht, ik ga er gewoon verder met de onderwerpen. En ik laat even zien hoe ik de ondergrondjes maak. Want die zijn vaak mixed media en dat is wel leuk. Dit is een hele grappige, dan moet ik overnieuw doen. Want ik heb bij deze heb ik een stempel geëmbost. En als je het dan heet maakt, verdwijnen de letters van die lettertang, zeg maar. Dus dat moet ik wel even overnieuw doen. Ik zal even doorbladeren wat ik tot nu toe heb gemaakt. Nou, dit zijn alle onderwerpen die hierin staan. Mystical Winter, dat is ook de naam van de collectie van Elizabeth Craft Design, van de Art Journal Specials. Wat hadden we hier allemaal voor onderwerpen? Evergreen, de eeuwige groene bomen, gingerbread. Wat hier hadden we House. En dan had ik Sinterklaas, was precies 5 december, Sinterklaas op het dak getekend. We hadden de ijskristallen. We hadden de kaneelbroodjes. En de stans van de serie, dat is een soort van kaneelrolletjes stans. Dus die had ik daarvan gemaakt. Dit is Sparkle. Nou, het sparkelt best wel. Hier denkt ze aan de kerstpudding. Dit is een oude bladeren, old leaves. Heb ik ook lekker glitterig gemaakt. En dit is de sneeuwpop die ik van washi tape heb gemaakt. En ook hier heb ik allemaal ondergrondjes zijn dit van met verschillende media. Even kijken. Weer even wat wegklikken. Ik kan niet met jullie meelezen. Dat is echt ontzettend vervelend. Even kijken. Zo, nou. Patchwork en window. Deze moet ik nog even kijken wat voor onderwerp ik hierbij doe. Maar ja, de rest, Snowflakes is al wel af. En de rest moet ik nog doen. Deze moet ik ook even kijken waar ik dat bij haal. Want die heb ik tijdens zo'n online dag gemaakt. En ik dacht vandaag, ik hou hem eventjes hier. En ik laat gewoon eens een beetje zien hoe je zo'n mixed media achtergrondje... Het is altijd leuk om even te zien hoe je dat ook weer doet. Die technieken kun je natuurlijk overal voor gebruiken. Ik gebruik ze nou toevallig hierin, in mijn boekje. Maar je kunt ze natuurlijk net zo goed gebruiken in op een kaart. Of in een grotere art journal. Of in een planner. Of in je scrapboek. Nou, het kan overal in, bij, op, aan. Dat maakt allemaal niet uit. Even kijken. Ik ben eigenlijk bij Antlers, bij Gewei. Maar die vind ik lastig, dus die ga ik later doen. Frosty heb je en je hebt Numbers. En Numbers heb ik een idee voor. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon mee beginnen. En dan kijk ik wel of ik nog meer achtergrondjes kan maken. Ik hou deze even bij de hand. En deze ook. En dan ga ik even kijken op wat voor blaadje ik ga werken. En ik ga gewoon op een witte werken. En die blaadjes die heb ik gewoon gesneden met de stans die hoort bij de Travelers Notebook serie. En deze, dat is wel grappig. Deze die heb ik gemaakt met een van de randenstansen die in de nieuwste serie, bij de Mystical Winter serie zitten. Maar goed, dat tot nu toe weer een heel verhaal. En ik ben alweer 10 minuten verder en ik heb nog niks gedaan. Even kijken waar jullie allemaal op zitten. Ja. Allemaal wat later, geeft helemaal niks. Ik ben toch nog niet begonnen. Ik les veel te veel aan het begin altijd. Ik ga beginnen met de ondergrond. En het eerste wat ik ga doen is
stempelen met verse mark. En ik wil even embossingpoeder gebruiken. Had ik bedacht. Oeps, een keertje. En pak ik even mijn wauw erbij. En ik wil gewoon de witte gebruiken. De gewone witte. De regular white. En dan in dit geval wil ik de stempel gebruiken. Die ook in dezelfde serie zitten. Ik krijg van alles binnen. Volgens mij is het heel druk overal en nergens met alle nieuws van de persconferentie net. Even kijken. Dit is de stempel die ook hoort bij de Mystical Winter serie. En hij is echt zo onwijs leuk. En ik ga deze gebruiken voor op de achtergrond. Deze kan je namelijk heel fijntjes. Een heel fijntjes, heel gedetailleerde stempel. Maar hij gaat uitstekend met embossingpoeder. En dat is nou net even wat ik nodig heb. Dus dat is fijn. Moet ik even mijn acrylblok zien te vinden. Zo. Da-da-da-da. Nou, ik ga weer even wat wegklikken. En ik ga heel even herademen. Zo, de verse mark. Nou, kijk. Volgens mij zijn een hoop mensen nog aan het bijkomen van de persconferentie. Als ik dat zo... En ik denk dat we dat allemaal wel weer moeten. We moeten weer even doorbijten. Kijk, dan komt hij erin zo. Met deze kant doen. We moeten allemaal weer gaan doorbijten de komende weken. Maar ik ga ervan uit dat het een keer ophoudt. Ja, ooit. Dus dit is eigenlijk gewoon het stempelen met de Versamark. En dan met embossing powder. Zo. Nou. Ja, Sylvia vraagt waarom verdwijnt de chat toch steeds? Ik weet het ook niet. Ik kan jullie ook... Ik zit elke keer weg te klikken. Of goed te klikken, anders kan ik jullie niet meer zien. En dat is vervelend. Even kijken, want ik wil deze... wil ik die helemaal... Zo maar even. En dan, ik weet niet, Facebook is wat dat betreft allemaal nieuwe dingen aan het doen. En wat ik zei net, dat ik inlogde, kon ik hem niet koppelen aan het evenement. Om wat voor reden dan ook. Kan dat ineens niet meer? Ja, het zal dan ook wel weer nieuw zijn. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Het is ook altijd zo lekker zichtbaar dat je gestempeld hebt, hè? Ik denk altijd, mijn god, waar zit het? Ik kan het ook bijna niet zien. Maar het wordt meestal wel duidelijk als de poeder erop zit. Maar dit is natuurlijk ook nog eens gezellig witte poeder. Geeft niks. Komt goed. Het is wel een klein beetje te zien. Zo. Oh, dan moet ik natuurlijk wel de poeder in het doosje doen, Rianne. Laten we dat maar even doen. En dat is één. En die zullen we even verhitten. Even kijken. Deze mag apart. Deze ga ik verhitten. En dan gaan we gewoon beginnen met de witte embossingpoeder op de mooie stempel. Want die stempel is echt heel mooi. Heel gedetailleerd. Ik dacht in het begin, oh god, dat gaat vast niet goed met de embossingpoeder. Maar ik heb het nu gedaan al in goud. En noem het maar op. En het wordt juist alleen maar heel mooi. Nou, daar is hij al. Probeer ik het jullie mee te lezen. En het grappige is, ik zie hier broccoli en iced tea staan. En ik denk, waar gaat het over? Heb ik blijkbaar toch echt een heel groot deel gemist. Maar ja, goed, jullie zijn lekker gezellig aan het kletsen. Dus waarom niet, hè? Appelmoes en cola. Nou. Ja, oké. Nou. Dat is één.
En waarom wil ik eerst wesselpoeder? Omdat ik dat heel vaak een gave basis vind om daarna met magicals eroverheen te gaan. Dat blijft leuk. Even kijken, wat heb ik hier? Ik heb blauwe magicals. De turquoise eigenlijk. Ik wil niet al te donkere kleuren. Dus ik heb even alles wat ik in huis heb, heb ik erbij gepakt. Om even te kijken wat een beetje milde kleuren zijn. Maar ik denk dat ik deze ga gebruiken. De Merci Beaucoup. Oh, mijn Frans. Deze zijn te donker. Ja, die zijn te donker. Deze, dat Tiffany Blue, dat kan misschien ook. En dat mint is misschien te groen, toch? En Bachelor Blue. Nee, ik ga toch voor de Tiffany Blauw. Dat lijkt me een mooie blauw. Ja, Yvonne zegt, ik ben wat later. Moest even overleggen naar aanleiding van de mededelingen van Rutte. Ik heb het idee dat meer mensen dat doen. Dat geloof ik ook meteen. Het is ook niet niks. Ik ga even mijn krafmat. En ik ga gewoon gezellig door met knutselen. Even wat anders dan de maatregelen. Zo, deze doe ik er even onder. Omdat dit niet echt een werkmat is. Dus vandaar dat jullie nu even wat gaan... Het gaat glimmen. Dat komt door de lamp. Als ik die uitdoe, dan zien jullie mij echt niet meer. Goed, magicals. Ja, die blijven geweldig. Dat is eigenlijk gewoon toverpoeder. Ja, het heet ook magical, hè. Het is poeder wat geactiveerd wordt met water. En je kan er heel veel mee doen, hè. Je kan ermee stempelen, je kan ermee kleuren. En wat ik nu ga doen, is een ondergrondje ermee maken. Ik hou even keukenrol bij de hand. En ik ga even opstaan om de babydoekjes te pakken. Om dan zo meteen alles weer schoon te kunnen maken. En dan deze. Zonder humor komen we de wereld niet meer rond, Marga. Denk ik. Moeten we er maar het beste van maken. In mijn geval, in deze magicals, heb ik al eerder meerdere lives mee gedaan. En ik doe er ook elke keer wat mee. Maar in dit geval ga ik, het is een vrij kleine ondergrond, maar ik ga hem gebruiken om een mooie ondergrond te maken op deze bladzijde, waar ik dus eerst stempels met embossingpoeder op heb gestempeld. En nu zie je dat misschien nog niet zo goed, maar dat kun je straks waarschijnlijk wel beter zien met die poeder. Ik vind het handig om de poeder op te pakken met zo'n waaierkwastje en dan voorzichtig een beetje te tikken op de bladzijde. En dan lijkt het alsof je bijna geen poeder meer ziet. Maar je zult zo meteen zien dat zodra het nat wordt, het uiteen barst, zeg maar, in allerlei kleuren. En dat is een beetje dat magische aan deze poeder. Het hoeft voor mij niet 100% overal. Want er mag best wel wat wit ook achterblijven, maar het hoeft niet. En nu gaan we spuiten met water. Dit is gewoon water. Dit is een Nouveau Light Mist spraybottle. Die heeft een mooie spreiding van water. En dan gaan we aan de slag. En dit is altijd zo leuk. Dan gaat het alleen op een andere bladzijde, maar dat komt goed. Ik hou altijd even een keukenpapiertje bij de hand. Je ziet waarom. Omdat het met water natuurlijk altijd een beetje naar beneden raadt. Blijft mooi spul. Ik wil niet te veel, maar ik daar wel een klein beetje bij doen. Ik begin altijd met weinig magicals. En ik kan altijd nog toevoegen. Zo. Nou, meer hoeft eigenlijk niet, denk ik. Maar dit is de Tiffany Blauw. Ja, die is mooi. En het mag wel een beetje uitlopen, want dat vind ik ook wel een leuk effect geven. Zo.
altijd iets in de buurt houden om dit op te vangen. Dat zijn sterke, sterke pigmentpoeders. Dit is wel goed zo. Dit moet even droog. Ja, die zet ik even daar neer. Ik heb een beetje weinig ruimte om me heen. Dat komt goed. Zo. En dan gaan we weer met de heat tool. En ik vind het ook zo'n mooi kleurtje, dat Tiffany blauw. Even om de poot heen. Er zit ook een beetje groen in, maar dat komt omdat die magicals die hebben altijd een beetje een, ja, meerdere pigmentkleuren in de poeder. En daardoor lijkt het, af en toe, ik weet niet of je het een beetje ziet, maar ik zie dat het breekt een beetje op in blauw, hier, een blauw groen. Erg mooi. Nou, goed drogen. Het duurt niet al te lang. Er zit ook altijd een leuk glansje op. Je hebt meteen een beetje glans op je bladzijde, op je kaart of net waar je dit op wilt gebruiken. Hè? Want dit hoef je natuurlijk niet per se alleen maar in... Dit kun je overal voor gebruiken. Het is maar net waar je het voor wil gebruiken. Je kan ook meerdere kleuren door elkaar gebruiken. Maar aangezien ik een beetje dat ijsgevoel, dat wintergevoel wil houden, gebruik ik alleen deze kleur. Deze mag zo meteen gewassen worden. Dan ga ik heel even een beetje opwrijven met de keukenpapier. Het hoeft niet echt, maar een klein beetje de stempels. Ik weet niet of jullie het zien, ik zie het heel erg goed. Die zie je goed op de achtergrond. Dit is hoe die straks in het boekje komt. Ik ben nog niet klaar. Dit is nog maar de eerste stap, hè? Of eigenlijk de tweede stap, want we hebben nou de stempel gehad. En we hebben de magicals gehad en die blijven leuk. Even kijken. Ja, ik zie Janine inderdaad ook binnenkomen. Ik weet, ja, de winkel moet dicht. Maar we hebben altijd nog de webshop. Die blijft open. En dat, ja, daar kunnen we gelukkig nog wel bestellen als we wat nodig hebben. Dus dat is al heel, heel fijn. Ik ga heel even deze wegleggen, want anders glimt het zo ontzettend veel in het licht. En dan mijn volgende stap ga ik doen. En dat ga ik doen met ook stempels van de Mystical Winter collectie van Elizabeth Craft Design. En dit zijn de cijferstempels. En je hebt hier ook alfabetstempel van dezelfde type. Ja, in dit geval cijfer, maar anders letter. En dan kun je daar ja, prima voor gebruiken. En het item wat ik ga doen, of het thema wat ik ga doen, is numbers. Dus ik ga hier ook met de nummers aan de slag. En ook dit, in de eerste instantie, deze nummers, wil ik een beetje gaan verwerken over de bladzijden en ook met embossingpoeder werken. Dus ik heb mijn acrylblokje en mijn Versamark weer nodig. En ik denk dat ik deze keer met een andere, ja, ik weet wel zeker dat ik deze keer met een andere embossingpoeder ga werken. Ik weet alleen nog niet welke kleur, maar dat gaan we zo eens even bekijken. Eerst maar eens eventjes, eerst maar eens even de kleur uitzoeken, anders dan wordt het wel eventjes iets heel anders. Ik heb hier rose gold en metallic copper sparkle. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat koper, dat is mooi contrast. Ik denk dat ik die ga doen. Die is een mooi contrast met dat blauw. Dat een beetje dat koper en blauw, dat past mooi bij elkaar. Ik heb ook nog een bijpassende kleur, maar dat is wel heel erg bijpassend. Dat vind ik niet leuk. Mag wel een beetje contrast in zitten. Ach, José, je bent maar nog niet te laat, hoor. Ik ben dat betreft nog niet eens zo heel erg lang bezig. Even kijken. Ik ga gewoon wat nummers. Wil ik daar betekenis aan geven aan die nummers of wil ik dat niet? Misschien dat ik de kerstdagen, de 25 en de 26. En misschien oud en nieuw. Dan laat ik eerst maar eens even 25 doen. Ja, het blijft toch een beetje een kerstthema. En het is wel leuk om dat een klein beetje aan te houden. En die ga ik een beetje her en der over de bladzijde stempelen.
De 2. En dan moet ik de 5. Even kijken hoe die zit. Zo. En de versenmark. En die doe ik in het rondje. Dat is wel grappig. Kunnen die terug. En er zitten ook nog wat allemaal kleinere cijfertjes op. En dat is wel leuk om te gebruiken. Zo. Op deze bladzijde. Dus die ga ik ook gebruiken. Dan ga ik de 26 van de dichte cijfertjes doen. Het is een leuke collectie. Zo, de 2 mag daar. En de 6 ernaast. De 26 staat er ook op. Kijk. Fijn dat Janine ook wat vragen beantwoordt. Want ik zit gewoon anders te weinig mee te lezen. Even kijken wat we nog meer erop kunnen doen. 31 is misschien ook wel leuk om erbij te doen. We hebben toch al aardig wat numbers, cijfers erop. De 3 en de 1. Zo, en dan moet ik nog even een paar cijfertjes denk ik aan de zijkant en dan kan het erop. Ja, het wordt weer veel vreubelen de komende tijd, denk ik. Met alle vrije tijd die eraan komt. Maar goed, ook mijn werk gaat weer dicht. Vanavond om 12 uur gaan ze dicht. Het is en blijft bijzonder. Voor ons is het de derde keer dat we dicht gaan. Hier iets niet goed gestempeld. Nee. Dat geeft niet, want er gaat ook nog wat overheen. Dus dat geeft niks. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ga heel eventjes hierop concentreren. Voordat dat allemaal ergens naast ligt. Dit is embossingpoeder en dan heb je Versamark of een andere inkt bij nodig. Een watermerk inkt noemen ze dat volgens mij. Die heb je van meerdere merken, maar ik gebruik dan Versamark. En die gebruik je in combinatie, in dit geval glitterpoeder. Dat hoeft niet, maar dit is wel glitterpoeder van Wow. Metallic copper is dit, de sparkle, hè? De glitters. En de langzame doorzichtige inkt houdt die glitters lang genoeg vast om daarna te kunnen verhitten. En dan zit het helemaal op je papier. Dan gaat het er niet meer van af. Ik ga het dus nu verhitten. Zodat het smelt in de Versamark inkt. En dan moet je hier. Die hebben altijd een heattool nodig. Die moet je even goed warm laten worden. En dan smelt het vanzelf. Even kijken. Ja, Monique, die zei volgens mij dat hele knutselen en dat groepen je op de been houdt. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat hele vreubelen heeft mij er ook doorheen geholpen de afgelopen half jaar. En gaat waarschijnlijk de komende maanden ook nog steeds belangrijk zijn. Dus ik begrijp dat wel. Absoluut. Het is wel een beetje wrang. Was het niet door corona, de eerste sluiting destijds in maart, april, mei van mijn werk, dan had ik waarschijnlijk nooit lives gedaan. Het is wel vrij bijzonder. Nou, als het goed is, is hij gesmolten.
En dan kan de volgende stap. Het geeft niet dat deze niet helemaal gepakt heeft. Want er komt nog van alles overheen. Nou, dan heb ik dat gedaan. Dus ik heb nu al de volgende stappen gedaan. Ik heb gestempeld met verse mark en witte embossingpoeder. Ik heb de Magicals eroverheen gebruikt. En ik heb de cijfers gedaan met ook verse mark en een koperkleurige embossingpoeder. Dat is wat ik tot nu toe heb gedaan. Dan is het zo dat ik ook nog wat wil stansen. En ook dat heb ik niet van tevoren kunnen doen. Dus dan mag jullie zelf mee kijken hoe ik dat ga doen. Nou zit ik erover te denken om die cijfers die ik ga stansen ook met embossingpoeder te doen. Ik pak heel even mijn blaadje. Ik heb zo'n map met allemaal magneetvellen. En deze die heeft de magneetvellen met alle cijfers die ik in huis heb. Dit is ook een stans van Elizabeth Craft Design, maar dan van de Planner Essentials. En aangezien, die vind ik wel handig om te gebruiken. Of, zat ik me net te bedenken, maar had ik eigenlijk helemaal niet van tevoren bij stilgestaan. Dus die ga ik gewoon even mijn boek er weer bij pakken. We hebben ook, even kijken. Ja, deze cijfers, die zijn natuurlijk nog leuker, want die passen bij de stempels. Dit zijn de meerdere stansen van de collectie, van de Mystical Winter collectie van Elizabeth Craft Design. En dit, de cijfers, die horen dan weer bij de huisjesstans. Die zitten er daarbij in. Dus wil ik nog meerdere cijfers hebben. En dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit welke cijfers. En misschien ook wel leuk om wat hartjes nog erbij te stansen. En ik zit te denken of ik die cijfers op de ijskristallen zal doen. Dat is misschien wel leuk om dat te gebruiken. Zal ik de grote gebruiken? En dit is dus wat ik niet heb voorbereid, maar dat geeft niet. Dan gaan jullie mee gewoon in het gehele proces. Maar dit ja, glanst lekker, maar hier bewaar ik dus al mijn stansjes in. En dan pak ik heel even mijn kleine stansmachine van Fase erbij. En dan papier. Kan ik wel eventjes doen met Florence watercolorpapier. De 200 grams heb ik hier. Die kan ik daar wel voor gebruiken. Nou, ik ga helemaal mee in mijn denkproces. Oh Sonja, word je er ook een keer uitgegooid? Echt, dat is vervelend. Dat is vervelend. Even kijken. Maar ik moet wel zeggen, inderdaad, door die corona heb ik persoonlijk ook meer tijd gehad om dit allemaal te kunnen doen. Dus ja, dat is dan misschien het positieve van het hele verhaal. Even kijken hoor. Zo. Beetje te hoog groot. Nou, ik zag laatst een hele discussie voorbij komen. Waar, welke kant leg je nou de stans? Ik doe eigenlijk aan allebei de kanten zoals je ziet. Volgens mij maakt het ook niet echt ontzettend veel uit. En ik doe gewoon lekker alles in één keer. Dat kan deze prima hebben. Zo. Hij kan niet plakken op de ondergrond nu. Dat is wel komisch. En dan zet ik hem altijd even vast op de glasplaat. Maar dat maakt niet uit. Hij komt er gewoon doorheen. Ja, precies. Alle negatieve heeft... hebben ook weer positieve en vice versa. Even kijken. Nou. Dit is de grote. De letters zijn er allemaal uit. De restantjes mogen weg. En ik heb hier nog wat hartjes. De drie
de 2, de 5. Nou, allemaal leuke lettertjes. De 1. Goedenavond voor wie nog binnenkomt. Ik ben nog volop bezig. En zo. Nou, die standjes die ruim ik zo meteen wel op. Die leg ik dan even apart. Die hartjes die zijn ook zo schattig. Dan kan deze weer even naast mij. En die mag even weg. Nou, eens even kijken. Dan heb ik hier van alles liggen. En dan denk ik dat het wel leuk ook is om dit te kleuren. En wat ik al zei, bij mij verdwijnt altijd een deel van de achtergrond. Maar dan zie je altijd nog wat dingen er doorheen. Hier kunnen wat nummers op. Hier kunnen wat nummers op. Kunnen wat hartjes her en der. Ja, zoiets. Ik ben even te denken waar ik deze mee ga kleuren. Want daar heb ik natuurlijk niet over nagedacht. Ik denk dat ik dat ook met een magical doe. Even opzij. En dan pak ik deze weer even bij. Want die magicals, die, de ondergrond kan dat niet hebben bij mij. De magicals. Oh, hij zit verkeerd om. Ik denk, wat voelt hij toch raar? Maar hij zit gewoon verkeerd om. Zo. Ja, iedereen heeft het druk, hè? Supermarktmedewerkers net zo goed. Supermarkten profiteren heel goed van deze situatie, denk ik. Welke contrastkleur? Zal ik een contrastkleur doen? Of zal ik de glaze doen? Dat is misschien ook wel. Of zal dat te donker zijn, te vintage? Die speckled egg is dit. Dit is een speckled egg. En anders heb ik misschien nog wel een donkerdere kleur. Ik moet een contrastkleur hebben. Een beetje een contrastkleur. Ik kon mijn gouden. Ik heb ook een gouden magical. En die kon ik toch niet vinden. Dat was echt heel irritant. Ik denk dat ik voor de koperkleur ook ga. Dan hou ik het een beetje in de kopertinten. Ja, de klei is natuurlijk erg gaaf. Ik ben alleen een beetje bang dat hij te vintage is bij de ondergrond. Bij dat Tiffany blauw. Ik vind de klei altijd wel heel erg mooi, ja. Dit is de koper. Ik ga toch voor safe. En ik ga voor de koper. En in dit geval ga ik hem even kleuren. Dus jullie zien misschien meteen verschillende mogelijkheden om de magicals te gebruiken. Ook. In combinatie met het hele geheel. Wat ik dan doe, ik leg een beetje poeder op mijn craftsheet. Is het misschien al te veel? Kijken of ik een klein beetje terugkrijg. Je hebt eigenlijk maar een heel klein beetje nodig. En dan kun je daarmee verven. Die glaze lijkt, is wel heel mooi hoor. Dan wordt ook zeker snel weer gebruikt. En maak dit eigenlijk gewoon een beetje nat. En dan heb je verf. Een willekeurig kwastje. Die ik toevallig om de hoek heb liggen. En dan kun je... Het is gewoon waterverf eigenlijk, hè? Dan kun je er gewoon mee kleuren. Een sterker pigment heeft het. En dan kan ik deze leuke ijskristal... ermee kleuren. En dan heb ik ook weer een beetje meer contrast met de ondergrond. Want dat mag best wel. Kijk hoe mooi. Die glaze breng je inderdaad, Monique, hetzelfde op als embossing poeder. Alleen het is doorzichtig. Zal ik er wel eens mee live gaan. Het is echt zulk leuk spul. Ik heb nou meerdere kleurtjes. En dan kan ik wel wat dingen laten zien. Ik had een hele gave kerstkaart meegemaakt. Die heb ik ook wel een keer in de groep gezet. Maar die heb ik inmiddels wel verstuurd. Dus die heb ik niet meer hier.
Maar dus zelfs dat ging eigenlijk uitstekend. Nou, dan is het eigenlijk alweer weg. En dan heb je een mooie koperkleurige sneeuwvlok. Ja, dat vind ik wel mooier. Het heeft een mooi contrast met de rest. En dan moet ik even kijken hoe ik de letters wil en de hartjes. Dus ik vind dit altijd wel leuke processen, jullie niet? Ik vind het wel leuk om een beetje na te denken van, nou oké, we hebben een onderwerp en wat ga ik daar dan mee doen? En soms dan denk ik, oh help, wil alsjeblieft iemand mij wat inspiratie geven? En vaak in de groepen krijg je dat dan ook wel. En dan krijg je waarschijnlijk ook wel weer eigen ideetjes. Maar dit is wel een leuk proces om zo eens te bedenken. Ja, Gesine, dankjewel. Ja, ik snap dat mijn live echt pal naar zo'n persconferentie komt. En dat iedereen het daar dan over heeft. Dat snap ik echt heel erg goed hoor. Het is even niet anders. Het heeft op mij ook heel veel impact. Persoonlijk. Maar ja. We blijven maar gewoon positief. Het is eigenlijk al droog. We blijven maar gewoon positief. Hè? En dan slepen we ons er wel doorheen. Dit vind ik wel heel gaaf. Dit is wel een hele gaaf. En misschien dat ik nog wel meer ijskristallen maak op deze manier. Maar dat is wel echt heel erg leuk. Ik wil in elk geval een van de paar cijfers en een hartje in het midden. Dat betekent dat ik een contrastkleur daarvoor moet gebruiken. En nou is net mijn goud natuurlijk verdwenen. Fijn. Ik had, wat ik zei, gouden magicals. En die zal vast wel ergens zijn. Maar kan ik hem vinden? Nee. Ik kan het ook met gouden embossingpoeder doen. Als ik die kan vinden. Ja. Heb ik die hier. Met zilver. Kan natuurlijk ook zilver. Dat is ook een contrast, hè. Dit is ook leuk. Dit is de Mermaid Tails. Ach, ik verzamel te veel spullen. Nou kan ik misschien die wel gebruiken voor de letters in het midden. Dat natuurlijk wel. Die kunnen hier natuurlijk op in deze kleur. Past dat weer bij de ondergrond. Nou kijk, kom er wel. Zo langzamerhand komen we er wel. En welke zullen we dan doen? 2, 5 en 2 hartjes. Even kijken of ik heb een pincet of ik dat voor elkaar krijg. Zo. Ja, ik zit gewoon met de pal na zo'n persconferentie. Het is wat het is. 25 en 22. 2 en de 5. Oep. 2 en de 5. Nou, voor degene die embossingpoeder nog niet zo goed kennen, dan is dit een goede live. Want ik doe er een hoop mee vandaag. Soms heb je wel eens van die dagen dat je dan leuk vindt om iets te gebruiken. Nou. Die hebben wel poeder erop. En deze erop. Gaaf kleurtje ook dit. Zoek de letters in de enorme stapel embossingpoeder en de hartjes. En er moet nog een hartje zijn hier. Verstopt hartje. Maar ik heb hem. Ik heb hem. Zo. Ja, van de magicals heb je inderdaad meerdere varianten. De wat minder glimmende en de glimmende. Dit is een... Ik weet eigenlijk niet welke dit is. Volgens mij is... Er staat dat erop. Dat staat er niet op of het een Starburst is of een Flat Fabio. Hij glimt wel. Een beetje, maar hij glimt. Waar heb ik nou... Oh ja. Nou komt het leuke klusje. Dit mag ik gaan verhitten.
Ja, die cijfers verkeerd omleggen zou ook iets voor mij zijn. Kan ik je naam niet meer zien, maar het zou voor mij eigenlijk ook wel wat zijn. Maar het gaat vandaag goed. Dus ja, ja, het gaat vandaag goed. Nou, het is wel één grote glitter. Dat hele boekje is een beetje één grote glitter gebeuren geworden. Dat is wel leuk om te doen. Moet je natuurlijk wel, nou, goed omleggen, wou ik zeggen. Het waait ook echt weg waar je bij staat, hè? Deze gaat makkelijker. En deze ook. Nou, het viel mee. Hè? Het is glitterde glitter bij mij. Ik vind het wel wat hebben. Oh, dan plakt hij hier aan vast. Deze is niet helemaal goed gelukt. Maar het is ook niet een ramp, denk ik. Even mijn lijn, die van, hopelijk vandaag wel doet. Ik had begrepen dat ook Janine had dat hij het even niet deed. Ja, hij doet het gewoon. En jullie waren vorige week, ik weet niet wie gekeken heeft vorige week. Maar vorige week deed mijn naaldflesje het niet zo heel erg goed. En de live was nog niet voorbij. Ik dacht, ja, dat moet toch gewoon kunnen. Ik prik er heel even met zo'n naaldje in en het was weer goed. Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Jullie zijn nog niet weg en het was weer in orde. Er zat denk ik gewoon een beetje lijm verstopt of iets dergelijks erin. Zo. Pas mijn hartje er nog op, anders komt hij elders. Oh. Even laten drogen. Ja, alles blaast alle kanten op, hè. Min, ik heb dat ook, hoor. Het vliegt alle kanten op, behalve de goede soms. Maar het komt altijd weer goed. Deze. Een beetje in het midden. En ik denk dat ik nog meer van die mooie koperen ijsterretjes erbij ga doen. Deze mag in elk geval erop. Die is al leuk. En het wordt allemaal gezellig. Het is weer een gezellige klieder bij mij. Hè? Jullie doen altijd, het is bij mij heel vaak geklieder. Maar het wordt altijd wel heel leuk. En ik vind het ook wel leuk om ja, al die techniekjes en die dingetjes te gebruiken. Zo. Deze een beetje in het midden. Dan komen er nog meer op. En die hartjes die ga ik er ook meteen. Dan ben ik die kleinste natuurlijk kwijt. Oh nee, die was daar. Even kijken hoor. Zo. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ken inmiddels ook al zoveel techniekjes. Ik heb een lange cursus mogen volgen ooit. Dus daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ook heel veel met inkten. En met jellyplate. En... nou ja, wat met de embossingpoeders, het lagen op laag, het leren met kleuren. Het leuke is dat je dan ook weer wat kan overbrengen aan anderen om te leren. Het glittert al aardig, maar ik wil er ook nog wat ijssterren bij. Zo. En in zo'n live, nee, ik heb me nog niet... Journal with us. Dat ik ben even kwijt, Sylvia. Want het is van mij. Volgens mij hebben ze zoveel verschillende dingen. Is dat als je mee hebt gedaan in 2020, dat je dan automatisch meedoet met 21? Want dan denk ik dat ik gewoon wel weer meedoe. Dat is wel leuk om te doen.
Ik pak heel even mijn stansen er weer bij. En in zo'n live, wou ik zeggen, kun je natuurlijk altijd maar beperkt dingen uitleggen. Je hebt vaak maar kort tijd. Maar gelukkig zijn er ook steeds meer online workshops van deze en gene waarin mensen ook mee kunnen doen en waar ook uitgebreide uitleg is. En ik denk dat ik in januari voor het eerst een online workshop ga geven. Ik heb tenminste wel iets uitgewerkt, wat goed te doen is voor beginners, maar ook leuk is voor mensen die al wat langer hiermee bezig zijn. Dus ik ben benieuwd wanneer, hoe en wat, maar dat gaat wel goed komen. Ja, dat is waar, anders uit de lives doe je wel ideetjes op. Het is wel leuk om te zien wat anderen doen. Even kijken, ik heb ergens, zou ik zeggen, dat craft tape, wat niet al te veel blijft plakken. En dat vind ik dan wel bij deze. Als dat zwarte boven zit, zie je niet zo goed meer waar je stansjes zitten. Dan is het fijn om heel eventjes vast te plakken, zodat hij niet verschuift als je hem erin doet. Zo. Je doet hartstikke veel ideetjes op van lives. Maar ik heb het idee dat ik met die mixed media dingetjes die ik doe, dan eigenlijk even te snel ga voor veel mensen. Dus vandaar dat ik dacht van nou, weet je wat, ik ga ook eens kijken of ik een online workshop kan geven met mixed media techniekjes. Dus dat zit er aan te komen. En dan echt stap voor stap. Want dat is gewoon het fijnste voor mensen. Jullie gaan gewoon nu helemaal mee in mijn dingetje hoe ik een bladzijde maak. De Journal With Us, dat is een project van Ilse Kleijer en Charlene van der Laar. En die hebben dat eigenlijk al een paar jaar. En dat is vorig jaar gestart bij... Oh nee, dat was wat anders. Dat was in december. Ik ben het echt, zie je? Ik haal alles door elkaar. Maar heb je per maand, als ik het goed zeg, Sylvia, heb je een thema. En per maand krijg je dan filmpjes te zien met voorbeelden. En dat thema werk je dan uit. En aan het einde van het jaar heb je een boekje met 12 onderwerpen. Dus ook, je leert er gewoon echt heel erg veel van. Deze gaat weer weg. En waar is mijn koper? Want ik vond die koperkleur wel heel geslaagd. Dus ik ga deze ook in koper verven. En dan deze kleuren. Zo. Nou, dat moet wel genoeg zijn. Dus en, wat dat betreft worden er behoorlijk wat projectjes weer opgestart voor komend jaar. En voorlopig hebben velen van ons, in elk geval ik, want mijn werk is ook weer dicht, hebben daar ook wel weer even tijd voor. En het houdt ons bezig en ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En zoals nu ook met zo'n live, dan is het gewoon ook gezellig. Je bent weer even met elkaar, op een gegeven moment zie je ook bekende gezichten en namen en... Ja, ik vind het wel meerwaarde hebben. Dit is een mooie kleur. Ik merk dat ik ben wel van de kopertintjes en de goudtintjes en de glitters. En ik vind dat wel heel erg mooi. Eigenlijk. Zo. Keukenpapiertjes komen altijd goed van pas. Zet deze eerst even drogen. Ja, het is echt mooi, dat koper. Dat is zo mooi. En het droogt een beetje op als een mat. Met een beetje een glittertje. Prachtig. Echt heel mooi. Nou, die weer weg, die weer weg. En deze glinstert te veel, dus die gaat ook weer weg. En deze gaan hierbij. Dat is mijn lijm, hier is mijn lijm. En
Zo vind ik het heerlijk om een avondje een beetje te passen en meten. Wat wil ik doen? Wil ik er nog wat bij? Maar ik denk dat we dat allemaal hebben. Hè? Of je nou een kaartje maakt, of dat je nou in je journal werkt, of dat je nou, hè, zoals ik nu in zo'n traveler's notebook werk, wat ik trouwens ook een heel fijn maatje vind. En dat had ik van tevoren niet gedacht, maar het is echt. Ik vind het een mooi maatje. En nou denk ik dat ik in die hoek ook nog wat wil, maar dat zal, dat komt. Jeetje, nou, mijn handen die zijn weer in alle kleuren, denk ik. En ik moet echt alles op een rijtje gezet wat ik gebruikt heb. Want omdat het vandaag heel erg hectisch was, heb ik nog niet een lijstje kunnen maken. Alice die gaat dat voor mij morgen op de website zetten. Ik zal haar het een en ander toesturen. Staat mijn beeld stil? Nee, toch? De Magical is net zoiets als Nouveau Shimmer. Het idee is wel hetzelfde. Het zijn wel allebei een beetje pigmentpoeders. Maar ik vind wel dat er een kwaliteitsverschil tussen zit, als ik dat mag zeggen. Ik ben nou eenmaal helemaal verliefd op die Magicals. Even kijken. Ja, oké. Okay, nou, dan zal ik nog heel even voor de mensen die dat aan het begin hebben gemist. Als ik erbij kan. Ja. Hier ga ik nog een klein beetje aan sleutelen en er komt nog wat bij. Maar in elk geval de basis wilde ik even laten zien. En dat is denk ik wel gelukt. Dus dat is die. Aan het begin heb ik uitgelegd en ik denk dat de meesten inmiddels wel weten. Maar ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Kijk, komende vrijdag 18 december begint het project Seven Tags of Christmas. Ik zal het vanavond in de groep zetten. En dan is het de bedoeling, of eigenlijk is dat dan leuk misschien, als je meedoet, elke dag een label of een tag maken. En elke dag krijg je een thema om 11 uur. En elke dag is er een blog met de uitleg van een tag. En we gaan ook nog, zowel Jeanette als ik, en misschien ook Janine, met even kijken hoe het loopt, gaan we ermee live. Om gewoon een eenvoudig, niks moeilijks, niks lastigs. Dus gewoon eigenlijk gewoon meedoen met een tag. 7 dagen lang. En dat is gewoon leuk om te doen. En zeker misschien in deze tijd. Je kunt meedoen met welk label jij dan ook maar wilt. Waar is mijne? Ja, hier. Ik doe mee met het label van Crealise. Een van de nieuwste. Ik vind die echt heel erg mooi. Dus die gebruik ik. Die heb ik hier ook voor gebruikt. Maar je kunt meedoen met wat je wil. En de bedoeling is dan dat je aan het einde van de 7 dagen 7 labels hebt. Die je misschien op cadeautjes kunt gebruiken of iets dergelijks. Ik ga die daar wel voor gebruiken. In elk geval, ik heb nu nog expres geen labeltjes op de cadeautjes onder de boom. Die ga ik later toevoegen. En dan als je mee hebt gedaan en je hebt ze alle 7 klaar. Dan is het de bedoeling dat je een collage maakt. Dat ga ik uitleggen te zijn tijd in een album doet. En dan eerste kerstdag, dan gaan we een prijswinnaar bekendmaken. En dan is er een leuk prijsje te winnen. Dus vandaar eventjes nog daar ook aandacht voor. En ik ga dat in de groep zetten zo meteen. Dus dan kunnen jullie het nog even rustig nalezen. Wil ik nog meer vertellen? Nee, de artikelen komen nog in de webshop. De webshop blijft gewoon open. De winkel gaat dicht. Dit komt in mijn Travelers Notebook. Met nog een klein beetje erbij, denk ik. Want dat zullen jullie vanzelf wel zien in de groep. En hier, met dit project, gaan we vrijdag beginnen. Vrijdagochtend om 11 uur ben ik ook live. Om het project te starten, eigenlijk. En dan gaan we gewoon even live. Misschien een half uurtje, want het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Dus, heel verhaal. Ik ga wat drinken. Ik ga jullie bedanken. En ik zie jullie dan hopelijk vrijdag. Als dat niet lukt, kun je altijd nog terugkijken. En ik ga even antwoorden dat het rendierhoofd volgens mij van Joy Crafts is. Uit mijn hoofd gezegd. Staat volgens mij bij de kerstspullen in de webshop. Dus, nou, ik ga jullie een fijne avond wensen. En heel graag tot de volgende keer. Misschien dan vrijdag en anders de week daarna. Doei doeg!